Weet je, waar wij geloof hebben, hebben andere mensen soms ongeloof. Maar weet je, je mag een pad bewandelen. En als er dan obstakels op het pad zijn, dan mag je die er weghalen. En zo zegen ik jou, Gabriel, met de obstakel die af en toe misschien op je pad komt, want dan zeg ik je mee om die weg te halen. En ik zal zeggen, leg maar weer opnieuw de handen op je moeder. Opnieuw, doe dat maar. Spreek maar weer genezing over haar huis. Want weet je wat mij geopenbaard werd? Vanmorgens was ik aan het douchen en ik sprak met de Heer over jouw moeder. En de Heer zei tegen mij, ze komt niet. Angst kan mensen tegenhouden. Soms kan het onbekende mensen tegenhouden. En soms kunnen mensen die dicht naast een ander staan een ander tegenhouden. Want dan wil je de vrede bewaren, de liefde bewaren. En als je weggaat naar de kerk, ja, dan krijg je misschien wel bonje in huis. Maar dan kom jij dan, in het huis. En dan breng je licht mee. Net als dat je een lantaarn meeneemt in het donkere, waar het donker zal zijn, dan komt daar licht. Zo ben jij een lichtdrager. En dan zegen ik jou, je handen. Ik zegen jouw persoonlijkheid, je top van top tot teen in de naam van Jezus. En je zegt, op zieken zullen we de handen leggen en ze zullen genezen. En je legt het weer op je moeder neer en je zalft hem weer op met olie. En je spreekt hem eruit. Wees genezen in Jezus' machtige naam. Heer, en ik spreek het nu uit. Door Gabriel heen naar zijn moeder. Wees genezen in Jezus' naam. En elke ongeloof en elke rebellie wat tegen de rijk van Jezus opgeworpen is, ik verbreek dat in Jezus' naam. In Jezus' naam. Heer, ik dank u, Heer, dat u Gabriel ook gaat roepen om tot het wonderbaarlijke, ja, iets te gaan komen, ook tot het wonderbaarlijke dienaar in uw koninkrijk. En ik dank u ervoor. Ik dank u dat u Gabriel hebt gemaakt. Ik dank u dat hij hier in Nederland is. Ik dank u wel dat u nog wonderbaarlijke dingen door Gabriel heen gaat doen. En de Heer zegt, mijn zoon, ik ga voor je heen werken. Ik ga mooie dingen doen. En ik ben er al mee bezig. En je zal versteld staan de komende tijden, de komende seizoenen, waar ik door je heen ga doen. In Jezus' naam. Amen. Halleluja. Nog meer mensen. Halleluja. Wat was even meer? Ja, vader, verteer de fles, heb een pijnlijk gebied jou in de naam van Jezus om te wijken. Spreek het uit. In Jezus' naam, in Jezus' naam, pijn wijk. In Jezus' naam, in Jezus' naam, Heer, dank u wel, dank u wel, dank u wel voor uw genies. Geest van God, Geest van God. Geest van God. Door uw striemen. En er waren er veel. Uw genezing. En in Jezus' naam gebied ik lichaam. Gebied je nu om in de naam van Jezus te functioneren. Zodat God het geschapen heeft. In Jezus' naam. Oké, dat betekent het al. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Mag ik dat toch weer hadden? Dus mee? Ja. Jezus naam. Jezus naam. In Jezus naam. Ga op het woord van God staan. Uw streamen is mij genezen. Ik heb het jaren geleden meegemaakt dat ik kon niet lopen. Ik werd afgekeurd op mijn benen. En ik was een wrak. Ik had last van mijn hart. Ik kon niet lopen. Emotioneel had ik heel veel pijn. Ik stond in de rij bij Jan Zelstra. En ik zei, vader, u bent mijn geneesheer. En op dat moment werd ik aangeraakt. Ik loop nu en weer helemaal gezond. Mijn hart werkt, alles werkt. En dat deed Jezus. Gewoon in geloof gaan staan. En toen kwam ik bij Jan Zelstra en zei, wat kan ik voor u doen? Ik zei, nou, Jezus heeft het toch wel. Ik ben net genezen. Oh, wat had je dan? Ik zei, nou, ik had last van mijn benen, ik had last van mijn hart. Hartritmestoornissen.
enzovoort, meneer Jezus. Geloof. Ga in geloof staan. Ja, amen. Prijs God, Jezus. Weet je wat ik ook zie? Iemand die ook in geloof is gaan staan. Een tijd geleden. Er is wat in jou gebeurd. En dat is zo mooi, hè, dat je dat ziet, hè. Dat je dingen kan loslaten vanuit je verleden. Dat werd ook gezegd op een gegeven moment. Laat dingen los. Vanuit je verleden. En Ilse, wil je dit papiertje voor mij vasthouden? Nee, vasthouden. Daar aan die kant gaan staan. Jij gaat daar staan. Papiertje vasthouden. Nee, zo. En op dat moment vasthouden. Dus het profetische kleed, ook voor jou, ja, dat ik het ook maar eens even, voor profetische mantel, voor jou, in de naam van Jezus, in de naam van Jezus. Jezus, nou, het zal nooit meer dezelfde zijn. Nooit meer dezelfde zijn. De kracht van Jezus zal vanaf nu geopenbaard worden door jou heen. De kracht van Jezus zal nu geactiveerd zijn in jouw leven. In de naam van Jezus. En net als het Jezus zei tegen die persoon die verlamd was, sta op. En zo zeg ik het ook tegen jou in de geest. Sta op en handel en wandel in de autoriteit van onze koning Jezus. Want je zal never nooit meer dezelfde zijn. De kracht van God zal nu zichtbaar zijn in jouw leven. Dankjewel, Vader. Dankjewel. In Jezus naam. In Jezus naam. Halleluja. In Jezus naam. Halleluja. Prijs koning Jezus.